touringcarbedrijven willen dezelfde rechten als het openbaar vervoer. En daarom voerden ze vandaag actie op het Malieveld in Den Haag. Goedenavond. De Apenheul in Apeldoorn heeft er sinds vandaag een voedselbos bij. En de opening vanochtend was een feestelijke met prinses Margriet. Ja, dat is een feest. Voor mij is het altijd een feest, maar vandaag was het wel een heel bijzonder feest. En mond-op-mond beademing op de EHBO-cursus. Dat kan alleen als je een eigen pop hebt. Het voelt eigenlijk heel veilig en ja, misschien kun je er mensenlevens mee redden. Touringcarbedrijven uit het hele land, waaronder die van 8 Gelderse bedrijven, voeren vandaag actie in Den Haag. Ze strijden voor een gelijk speelveld met het openbaar vervoer en de luchtvaart in coronatijd. En ze willen compensatie om te kunnen overleven. Een van de touringcarbedrijven die het niet dreigt te redden is het familiebedrijf van Koten in Kootwijkerbroek, dat al ruim 100 jaar bestaat. Allereerst zorgen dat iedereen zijn handen ontsmet en dat we daarmee veilig bij de chauffeur vandaan blijven en door de middelste deur gaan instappen. Twee dingen willen we duidelijk maken. Allereerst natuurlijk de ongelijkheid die er is. Er wordt toch met twee maten gemeten. Wij mogen minder dan andere vormen van vervoer. En het andere wat we echt duidelijk willen maken en waar vandaag zeker de aandacht voor is, is het vragen om steun om deze sector overeind te houden. Want het is een kapitaalintensieve sector en we gaan op deze manier gaan we het niet overleven. Touringcarbedrijven uit onder andere Ammerzoden, Herveld, Tiel, Nijmegen, Putten, Spankeren en Kootwijkerbroek deden mee aan een publieksvriendelijke actie. De actievoerders rijden in kolonnen met 70 km per uur naar Den Haag. Onder het motto honk voor hoop, oftewel toeteren voor hoop. De chauffeur is beschermd door middel van een scherm. We hebben de zittingen aangegeven in de bus waar wel of niet op gezeten mag worden, zodat het duidelijk is waar mensen kunnen zitten. Mensen kunnen zich ontsmetten, de handen ontsmetten voordat ze instappen. We hebben een luchtverversingssysteem wat erg goed is en wat afgelopen week ook weer gebleken is veiliger te zijn dan een vliegtuig. Dus ja, wat dat betreft houdt niets ons tegen. Om de hele branche te laten overleven is volgens de touringcarbedrijven een steunpakket van 240 miljoen euro nodig. Zonder steun zullen er de komende periode veel bedrijven omvallen. Corona, het is nog niet voorbij. Hè? Er zijn sectoren die wel weer op gang geholpen zijn. Hoe voelt dat nu dat deze vervoerssector nog niet aan de beurt is? Ja, en dat is dus heel erg vreemd dat je wel in een vliegtuig mag zitten, volle bak. Iedereen mag naast elkaar gaan zitten. In het openbaar vervoer mogen 30 personen worden vervoerd met een mondkapje op. En wij krijgen nog niet eens 10 personen in een bus. Dat is zo scheef. En daar moet gewoon duidelijkheid over komen. Waarom mag dat in een vliegtuig nou wel en waarom mag dat in een toerencar nou niet? Hardy N., de hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak, heeft vandaag het stilzwijgen doorbroken. Het is dag 3 van de rechtszaak tegen 6 Arnhemse terreurverdachten. De mannen werden in 2018 bij een grote politieactie opgepakt. Ze zouden een terroristische aanslag hebben willen plegen op onder meer de Gay Pride. Hardy N. zei vandaag in de rechtbank dat hij jarenlang is gehersenspoeld. Omdat hij last had van een posttraumatische stressstoornis, was hij ontvankelijk voor extremisme. Neede maakt zich grote zorgen over de plannen voor 5 windmolens van 250 meter hoog. Nog nergens in Nederland staan er molens die zo hoog zijn, maar net buiten het Achterhoekse dorp moeten ze komen. Inwoners willen ze niet en daarom voerden ze gisteravond actie. Dit is het schrikbeeld van Han Meerbeek. Mijn skyline wordt helemaal bedorven door die mega windturbines. Ongeveer een kilometer buiten de kom ligt de Bolsbeek en hier moeten de molens komen. Een doemscenario voor Neede volgens Meerbeek. Ik ben bang dat je een verloop krijgt, dat wij in Neede heel erg achteruit gaan. We hadden net een mooie toeloop met mensen uit Enschede hier komen wonen. Ik ben toch bang dat wij een spookdorp gaan worden. Dat wil Han koste wat kost voorkomen en daarom voert hij actie. En hij is niet alleen, want terwijl Han naar de actielocatie fietst, zijn andere actievoerders al druk bezig met het neerzetten van spandoeken. Er moet wel iets gebeuren natuurlijk voor de energietransitie, maar we moeten niet zulke joekels zijn. Ze zijn er niet voor niets vanavond, want binnen is namelijk een bijeenkomst over het project. Door corona mag slechts een handjevol mensen naar binnen. Mensen, nogmaals, hou afstand van elkaar. De initiatiefnemers begrijpen de zorgen.
Maar we willen ook geen N18 in onze omgeving. En we willen ook geen grote industriekolossen in onze omgeving. Volgens Hans kan Berkelland dus niet om de molens heen. Hij woont zelf ook in deze gemeente en hij wil voorkomen dat commerciële partijen de molens gaan bouwen. We willen zelf de regie voeren over de winsten die gemaakt zouden kunnen worden. En we willen ervoor zorgen dat deze winsten merendeels ook weer herbesteed worden in de omgeving in Berkelland. Dit mag niet en dit kan niet en dit zal niet gebeuren in ons mooie, vlak voor ons mooie Neder. Feest in de Apenheul vandaag. Daar werd een nieuwe attractie geopend. Het nieuwe voedselbos, compleet met een 100 meter lang insectenhotel. Goed voor de apen en leuk voor het publiek. De opening werd verricht door prinses Margriet. De prinses komt eraan. En dus moet de burgemeester van Apeldoorn opschieten om op tijd uit het klimtoestel te komen. En de prinses moet nog eventjes wennen aan de coronamaatregelen. Maar gelukkig went dat wel snel. En dan is het tijd dat de prinses het nieuwe voedselbos officieel opent. We zijn ontzettend vereerd en ook heel blij. Ja, het is natuurlijk ook toch een soort van mijlpaal, denk ik ook, voor iedereen. Dat je weer lekker naar buiten mag, lekker naar zo'n park, lekker naar buiten, al die aapjes zien. En wij zijn ontzettend blij mee. Nou, dit is ons nieuwe gebied. We noemen het ook wel het voedselbos van de dwergapen. En het is eigenlijk een heel nieuw stuk in Apeldoorn waarbij we de dwergapen die hier leven op zo'n natuurlijk mogelijke manier hun voedsel laten zoeken. Vroeger stond hier het hoofdgebouw van de Apenheul. Oud en totaal niet duurzaam. Nu staat er dus een voedselbos met bijbehorende insectenmuur. Hij draagt bij aan het doel om de apen zo goed en natuurlijk mogelijk te houden, zeggen ze hier zelf. En de prinses is onder de indruk. Ja, dat is een feest. Voor mij is het altijd een feest, maar vandaag was het wel een heel bijzonder feest. Want dit is natuurlijk een prachtig nieuw project wat hier tot stand is gekomen. En weer iets heel nieuws waar de hele wereld natuurlijk ook weer van kan leren. Het is een heel geliefd gebied om naartoe te gaan. En zometeen in deze uitzending, als je als school je eigen musical moet bekostigen, dan moet je iets bedenken. Een car wash bijvoorbeeld. Dan stroomt het geld binnen. Nou, we hebben denk ik nu al zo'n 50 euro binnengehaald. Oost-Gelre is een van de twee gemeentes met het hoogste aandeel geregistreerde donoren van ons land. Net als in Goorle staat in Oost-Gelre 37% van de inwoners ingeschreven als donor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Op 1 juli dan gaat de nieuwe donorwet in. En de wet regelt dat mensen die zich niet registreren alsnog worden opgenomen in het register als orgaandonor. 53% van de Gelderlanders staat nog niet ingeschreven. En Defensie start veel van haar militaire trainingen en opleidingen weer op. Die vanwege de uitbraak van het coronavirus de laatste tijd stil lagen. Hier op de Ginkelse Heide in Ede worden leerling-parachutisten getraind. In totaal zijn er deze weken bijna 500 van dit soort sprongen. Iedere militair springt 8 keer vanaf 300 meter hoogte uit een vliegtuig. En dat is best spannend. Je staat daar in de opening en alles in je lichaam zegt eigenlijk dat het niet normaal is om uit een vliegtuig te springen. En dan, en je doet het gewoon. Ook bij de droppings van Defensie gelden vanwege corona afstandsregels. Normaal springt er 60 man uit een vliegtuig. Nu zijn dat er maar 10. In de coronacrisis begint het normale leven weer op gang te komen. Maar niet alles kan natuurlijk op 1,5 meter in de praktijk gebracht worden. En daarom was het voor het Rode Kruis een flinke opgave om ook de EHBO praktijklessen weer op te starten. Met flink wat creativiteit is het toch gelukt en worden er vanaf deze week niet alleen meer online lessen gegeven in het redden van mensenlevens. Reanimeren is een van de belangrijkste onderdelen van een EHBO-cursus. Ook dat kan nu weer in de praktijk, omdat iedere cursist een eigen oefenpop heeft. Heel goed, keurig netjes met één rechterarm. Perfect. Ja. Het gaat erom dat je diep genoeg masseert. Want uiteindelijk kan je een e-learning inzetten, een online module. En dat is natuurlijk prima voor de theorie en als onderdeel van een volledige cursus. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk om die praktische vaardigheden echt in de praktijk te oefenen. Dus aan de ene kant was ik blij dat ik het nu kon doen. En in tweede instantie dacht ik van, oh wacht, bij iedereen moet je afstand houden en nu moet ik naar een cursus. Hoe gaan we dat doen? Ja, we hebben natuurlijk via het Rode Kruis richtlijnen gekregen. Maximaal aantal deelnemers, 1,5 meter afstand, extra hygiëne maatregelen.
De ruimte moet natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben ook extra cursusmaterialen aangeschaft, extra poppen, extra handgel, alcohol, noem het op. En ja, dan moeten we ook met die nieuwe norm natuurlijk zoveel mogelijk de veiligheid waarborgen. Het voelt eigenlijk heel veilig en ja, misschien kun je er mensenlevens mee redden. Dus dan is het de moeite waard. Niets is er meer van over. Het clubhuis van de Hamelandse Ruiters, de ponyclub en de Manners in Geesteren brandde een week geleden volledig af. De drie verenigingen hopen nu met behulp van een inzamelingsactie snel weer iets nieuws terug te kunnen bouwen. De vloer is echt helemaal weg. Behalve dan bij het wc-gedeelte. Maar wat ik dan bijzonder vind is dat die hier nog wel weer hele stukken overeind zijn. Zo zag het er tot vorige week uit. 2 jaar geleden nog werd het gebouw helemaal opgeknapt met behulp van alle leden. Met heel veel mensen hebben we er heel hard aan gewerkt om het weer helemaal prachtig mooi te krijgen. Ja. En dan nu dit? En dan nu dit. Ja, dat is echt een drama voor onze vereniging en dat is niet te beschrijven. De brand brak midden in de nacht uit toen er niemand in het clubhuis was. Vermoedelijk heeft deze tractor in de schuur spontaan vlam gevat. Er waren 2 prijzenkasten met alle prijzen die in de loop der jaren door de Hamelandse Ruiters, de ponyclub, gewonnen zijn. De oude vaandels waar vroeger met concoursen mee gereden wordt. Oude fotoboeken van de ponyclub. Allemaal verbrand. Het is heel verdrietig als je ernaar kijkt. De 3 verenigingen zijn direct een inzamelingsactie gestart. En met succes. Ook de versboerderij aan de overkant helpt een handje. Dan is dit denk ik nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar niets doen is ook niet wat. Dus... vandaar. Alle kleine beetjes helpen. Dat geldt voor ons meestal normaal wel, dus ik denk bij hun ook. Ik vind het zo hartverwarmend om dan te zien hoeveel steun en meeleven en ook financiële steun er gegeven wordt. Dat is echt super. Het is een ramp en we moeten gewoon hopen dat we het weer, dat we weer een mooi spul terug kunnen krijgen. Ja. Schouders eronder. Maar dat gaat lukken. Zeker weten. Leerlingen van groep 8 van basisschool De Scheperstree in Warnsveld voeren dit jaar een musical op in theater De Hanshof in plaats van op school. Want in het theater kunnen de toeschouwers zich aan de 1,5 meter regel houden. Maar ja, zo'n theater afhuren, dat kost geld. En dus bedachten de basisschoolleerlingen een eigen inkomstenbron om de kosten te dekken. Een heuse wasstraat. Als echte wasstraatprofessionals nemen de leerlingen auto's en fietsen onder handen. En dat allemaal voor een musical in een echt theater. Met het coronavirus kunnen wij dit niet in onze school doen, want dat is klein. Dus in De Hanshof willen we hem gaan opvoeren. En dat kost natuurlijk geld, dus daarvoor hebben we wel wat geld nodig. De fietsers en automobilisten zijn blij met de wasstraat, want een wasbeurt kost maar een paar euro. Ja, mijn auto kon wel een beurtje gebruiken, dus... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er krassen op de autolak komen. Dus de instructies zijn streng. Ik heb gezegd als er een spons op de grond valt, wegleggen en een nieuwe spons pakken. Ook aan de veiligheidsinstructies voor de klanten is gedacht. Nou, daar krijgen we het geld mee binnen. En daar kunnen we een briefje mee geven, zodat de mensen iets meer weten over onze wasstraat. En die loopt als een tierenlier, dankzij de routine. Na een tijdje is het wel, zeg maar, je weet een beetje hoe het moet. De leerlingen willen 200 euro verdienen voor een musical. Maar gaan ze dat halen? Ja hoor, het gaat allemaal goed. We hebben denk ik nu al zo'n 50 euro binnengehaald. In 40 minuten. Uiteindelijk verdienen de leerlingen meer dan genoeg om volgende maand met hun theatermusical op de planken te kunnen staan. En dan nog het weer van Weerplaza. Vandaag was het een dagje zonder buien. Vanavond en vannacht dan is het wisselend bewolkt en lokaal kan een bui vallen. Vooral in de avond kunnen dat nog stevige buien zijn. Met lokaal veel regen en kans op onweer. Er staat weinig wind en de minima liggen rond 15 graden. Morgen dan is er eerst nog veel bewolking en ook blijft er nog kans op regen. Geleidelijk klaart het wat op. Vanuit het zuiden in de loop van de middag is er wel weer kans op een regen- of een onweersbui. Het wordt zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan nog de vooruitzichten. Tot en met het weekend blijft de kans op buien bestaan. Maar daarna wordt het geleidelijk warmer en droger. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en op de app een verhaal over zorgcentrum Waalstaat in Arnhem. Waalstaat werd zwaar getroffen door het coronavirus. En nu is er ook nog een medewerker aan het virus overleden. De verslagenheid is groot. Leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.